Meestal zit er nauwelijks of geen publiek op de vergaderingen van het Antwerpse OCMW. Gisteravond evenwel een volle publiekzaal. Meer dan 50 toeschouwers, opgetrommeld door Van Duppen en Avonds, kwamen het voorstel steunen. De hulpverlening voor deze zwangeren, namelijk zwangeren die illegaal op het grondgebied zijn en die een medische waarborg nodig hebben, dat wordt afgeleverd. Maar voor het wordt afgeleverd is er een heel onderzoek, een sociaal onderzoek naar behoeftigheid en zo. En wij hebben nu gemerkt dat heel veel zwangeren in zo'n hoge nood zijn dat hun medische waarborg soms te laat komt. Ons pleidooi is om aan alle zwangere vrouwen die hier op het grondgebied van Antwerpen verblijven, de noodzakelijke medische hulp al van af de zesde week van zwangerschap te kunnen verstrekken. Na overleg met voorzitter Lisbeth Homans besloot de OCMW-raad om over de partijgrenzen heen met het middenveld te gaan samenzitten, om zo snel mogelijk tot concrete maatregelen te komen. Ik vind het vooral jammer dat dit debat, net zoals het voorgaande, in de openbaarheid wordt gevoerd. Er zijn problemen in Antwerpen, ik ga dat ook niet ontkennen, en wij proberen die op een heel minstwaardige manier vanuit het OCMW aan te pakken. Het nieuwe initiatief van de OCMW-raad werd later op de avond verder geconcretiseerd tijdens een besloten zitting.